Meneer Geurts, vandaag dus dat debat in de Tweede Kamer. U komt ook nog met een wetsvoorstel, hè? Wat houdt dat in? Nou ja, kijk, ik was een poos geleden bij de inval in Bokstel. Daar hebben activisten, toen waren ze nog activisten, maar die hebben ingebroken in een varkensstal en zijn daar binnen gebleven. En dan noem ik ze extremisten. En ik wil met een voorstel komen, wat ook in Australië nu gekomen is, dat opruiing en het bezetten van stallen, van boerenerven, dat die gewoon harder aangepakt worden. Want nu krijg je een taakstraf, misschien nog een geldboete, maar dat moet echt veel zwaarder bestraft worden. Ja, en hoe hard is dat nodig? Nou ja, kijk, een boerenerf is een verlengstuk van je huis. Een boer leeft en woont op zijn erf. En toen dat gebeurde, kreeg ik ook een aantal boerinnen de volgende dag aan de lijn en zeggen: ja, Jacco, maar mijn kinderen lopen hier rond. Soms komt daar zo'n groep, 50, 60, 70 mensen, dat erf opgestormd. Hoe gaat dat met onze veiligheid? Hoe gaat dat met onze kinderen? Dus er is echt heel veel zorg op de boerenerf ontstaan. En daarom dus dat wetsvoorstel om dat harder te bestraffen. Verwacht u de andere partijen mee te krijgen? Nou, ik ga vandaag melden dat ik dat ga doen. Het is een wetswijziging, denk ik, dat er voor nodig is. En dat moet zorgvuldig. Maar ik heb goede hoop dat in de Kamer er toch wel genoeg gezond boerenverstand is. Die zegt van ja, maar we moeten zorgen dat dit niet gebeurt bij onze boeren.